Omgaan met gezondheidsproblemen kan erg frustrerend zijn. Na onderzoek in het ziekenhuis hebt u wellicht twijfels over de voorgestelde behandeling of verbeteren uw klachten niet. Wellicht vraagt u zich af of u wel over de juiste informatie beschikt en of u alle behandelopties genoeg heeft verkend. Klopt mijn diagnose? Zijn er betere behandelmethoden voorhanden? Of is een operatie mijn enige optie? Dan is een second opinion door Best Doctors misschien iets voor u. Wij brengen mensen met medische aandoeningen in contact met internationale topspecialisten voor een second opinion. Zo kunt u wel overwogen, goed gefundeerde beslissingen nemen over uw gezondheid. Hoe gaat het in zijn werk? Het vertrouwelijke proces start op het moment dat u contact opneemt met het zorgteam. Zij geven uitleg over de service en melden u aan bij Best Doctors. Hierna ontvangt u een e-mail met daarin een machtigingsformulier en wordt u gebeld door een arts van Best Doctors voor een intakegesprek. Deze arts blijft uw vaste aanspreekpunt gedurende het hele proces. De arts van Best Doctors adviseert u over het opvragen van de medische informatie en onderzoeksgegevens van de ziekenhuizen waar u bent geweest. Vervolgens bekijkt het medisch team welke internationale topspecialist het meest geschikt is om uw situatie te beoordelen. De specialist bekijkt uw gegevens en onderzoeken grondig, geeft advies over uw diagnose en behandelopties en schrijft vervolgens een rapport waarin al uw vragen worden beantwoord. De arts van Best Doctors neemt telefonisch contact met u op om het rapport toe te lichten. Vervolgens ontvangt u het rapport in het Nederlands. We raden u aan om het rapport met uw eigen arts te bespreken en samen de vervolgstappen te bepalen. Best Doctors blijft beschikbaar voor eventuele vragen die u wellicht na het bespreken van het rapport met uw eigen arts heeft. Als het om uw gezondheid gaat, dan wilt u natuurlijk zekerheid. Best Doctors ondersteunt u hierbij. Wilt u meer weten over Best Doctors? Bel dan het zorgteam of kijk op www.bestdoctors.com.